bom die je hebt. Sorry. Of nooit zie. Zonder bom, want ik had vandaag mijn laptoptas vergeten. Dus ik ben nu letterlijk... Oké, het valt mee, maar ik ben 20 minuten te laat. Laten we zeggen 25. Autootje bij Intertrust. Nee! We zitten nu bij de rooftop bar. En ik heb... Ik heb een lekker wijntje. Zo mooi hier. Zo jongens, ik ben klaar. Ik dacht dat het zo'n lange dag is geweest, maar ik was wel wat later begonnen vanochtend. En nu... is het 6:15. Ik ben echt helemaal dood. Maar ik heb vanmiddag warm gegeten, dus ik hoef niet meer te koken. De zon gaat weer lekker. En ik ga naar kantoor. Nice. Ja, ik ga naar kantoor. Ik was weer, mijn laptop was vergeten, dus ik was hier. Moest ik weer terug. Ik was gisteren ook al. Eergisteren, ja, dat had ik al verteld. Ik gewoon letterlijk als kantoor. Gewoon eten. Soms denk ik dat ik op het stopknop klik. Oh, ik hoor een geroest. Maar ik klik niet op het stopknop. Oeps. Nou, ik weet het. Maar ik word een boodschap doe. Dit is letterlijk een Albert Heijn. Ik wist niet dat het echt een Albert Heijn was. What the fuck? Alleen geen zelfscan. Dat is wat ik moet doen. Het heet dus van een 2. En ik wist dat het een Albert Heijn was, want ik heb letterlijk de jaarrekening gecontroleerd van hem. Maar ik dacht, nou, het zal wel, maar ja. Nice. Maar ik heb even croissantjes, hamkaascroissantjes gehad, want bij de supermarkt waar ik kom altijd, hebben ze dat niet. Dus en ik had er al zo lang trek in, dat ik dat niet gehad heb. Nu op mijn huis, even pauze. Even pauze houden. Deze dag gaat best lekker, dus ja, chill. Ik ben vandaag weer weekend. Het klinkt stom, maar deze supermarkt heeft echt een dag gemaakt. Bon appétit. Lekker. De eigen boot, heb je nog plekken over. Wij zijn heeft pannenkoeken voor mij gemaakt. Voor ons. We zijn 22 stom. Heerlijk. We liggen lekker op het strand, maar we hebben een nachos besteld. Ik heb geen idee hoe dit gaat smaken, want ik ga eerst chipje proeven. Maar waar is de saus? Oh, oké. Okay. Ik ga een chipje proeven. Is er ook kaas? Het is niet vies. Goed gekeurd. Oké, okay, stranddagje is voorbij. En ben ik gekleed. Stranddag is niet voorbij. Happy hour bij het zien. Oké, jongens, ik had zo'n bizarre... Nee, ik heb hier een puist. Verdomme. Oké.
afgelopen dagen waren zo hectisch. Ik was zondag naar het feest. Mijn sleutels kwijt. En dat kost heel veel geld. Dus ik ben echt zeker naar die plek toe gereden om mijn sleutels te zoeken. Maar we konden het niet vinden. En toen kreeg ik gistermiddag een appje. Dit zijn de spullen die hier gevonden zijn. En toen zaten mijn sleutels daar gewoon tussen. Heel blij. Maar ik heb ook nog steeds last van mijn buik. Dus ik had gisteren bloed laten prikken. En ja, ik had stage. Dus dat was heel hectisch. En toen ben ik vroeg gaan slapen. Even bij het adem. Dus ik heb gisteren de vlog niet meer afgesloten. Maar bij deze. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Waarschijnlijk is het een heel hectische vlog. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ajo.